Est-ce la chaîne cinématique à moteur thermique la plus efficace et la plus robuste que Scania ait jamais construite? Nous avons posé la question à trois transporteurs bien connus. Ce qui est certain, c'est que cette chaîne cinématique Scania Super, qui permet d'économiser jusqu'à 8% de carburant, est une référence pour tous ceux qui veulent transporter de manière durable. Chris Delenner, Frédéric Seren, Gino Witoffs. Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette magnifique salle d'événements qui est de Noven à Baume, hein, le four. C'est un ancien four à briques et je trouve que cet endroit est vraiment très spécial pour accueillir des gens comme vous. Mais le tableau est encore plus complet avec les camions qui sont derrière nous. Et c'est d'ailleurs de ces camions qu'on va parler aujourd'hui avec le nouveau moteur Super. Chris Delenner, goedemiddag, CEO van het gelijknamige bedrijf Tendermonde. Bijna of binnenkort in Lokeren, want jullie zitten volop in de verhuis. Jullie hebben recent 25 nieuwe Scania Supers in ontvangst genomen. Vertel eens, hoe is die samenwerking met Scania tot stand gekomen? Ik ben 20 jaar geleden heb ik een klein transportbedrijf overgenomen. Een vrachtwagen, toevallig een Scania. Een bakwagen waarmee we 1,5 miljoen kilometer gereden hebben. Dus ik denk dat daar de basis gelegd is voor een vruchtbare samenwerking. Ondertussen telt onze vloot 85 Scania-voertuigen. Dus het was ook evident dat we voor de nieuwe bestelling met Scania rond de tafel gingen zitten. Ja. Wat geresulteerd heeft in die 25 nieuwe supertrekkers. En jullie dragen uiteraard efficiëntie ook hoog in het vaandel. Is dat de belangrijkste reden of een van de redenen waarom jullie voor de Super gekozen hebben? Voor mij als zaakvoerder is het TCO van een voertuig het belangrijkste. Denk, een van de aspecten daarin is het verbruik. En daar zit Scania, scoort Scania zeer goed. Dat was ons beloofd dat we nog 10% minder gingen verbruiken en dat blijkt ook uit de cijfers nu. Oké, okay. Ja. Super. Dank u. Dank u. Frédéric Seren, bonjour. Vous êtes administrateur délégué de Frédéric Seren Group. Vous vous développez rapidement et votre flotte doit bien sûr suivre. Vous nous avez de nouveau choisi. Nous savons que vous investissez toujours beaucoup, avec beaucoup de sagesse. Est-ce que cette fois-ci, vous avez aussi essayé, ou pu essayer le Super? Avec une multitude de tests, nous avons de nouveau choisi la marque Scania. En plus, le Super annoncé par vos commerciaux avec une diminution de 8%. Actuellement, nous avons une flotte de 70 Scania, dont 8 Super, et nous avons pu constater jusqu'à maintenant une diminution de 7%, sachant que les premiers véhicules ont 30 000 km. Oui, c'est encore très tôt pour l'évaluer. Et que disent les chauffeurs au niveau de confort de conduite? Les chauffeurs sont enchantés du confort de conduite, le positionnement du volant, la position de conduite, la vue, la souplesse, les couchettes. C'est un véhicule qui est très adapté pour nos chauffeurs qui délogent toute la semaine. Comme toujours un peu avec un Scania en fait. Voilà, exactement. Merci. Gino Witoffs van Witoffs Bulke Logistics. Jullie hebben ook enorm geïnvesteerd afgelopen jaren in jullie vloot. En jullie gingen op zoek naar een vaste partner en dat is Scania geworden. En 8 exemplaren pronken met het superlogo nu op hun snuit. Tevreden van? Ja, zeker zijn we tevreden. We waren op zoek naar een truck die topkwaliteit uitstraalt, omdat het voor ons van belang is om ook makkelijker aan chauffeurs te geraken, wat vandaag toch een knelpunt beroep is. Daarnaast is het verbruik van de wagen zeer positief. We hebben nu 27 Scania's, waarvan de laatste 8 super zijn, die inderdaad waarmaken wat beloofd is. Ze hebben inderdaad een beter verbruik van 1 à 2 liter beter. En ja, goed, dat getuigt toch van een innovatief karakter en het wordt daardoor een zeer efficiënte truck, wat voor ons belangrijk is, want verbruik is toch een belangrijke kostenpijler. En vandaar zijn wij inderdaad zeer tevreden, ja. Oké, goed zo. En de Supers staan ook gekend voor hun hoge koppel bij lage toeren.
Hebben jullie daar al ervaring mee? Of hoe reageren de chauffeurs daarop? Of hebben ze al zelf rij ik vaak niet meer, dus ik heb dat even moeten navragen. Ja. Het is niet dat ze meteen het hogere koppel merken in de rijvaardigheid, want de wagen heeft sowieso al een hoog rijcomfort. Maar wat ze mij wel gezegd hebben, dat is dat wat ze positief ervaren, dat is dat het uitrollen, dat nu manueel kan door het aandrukken van het gaspedaal, dat ze dat zelf kunnen kiezen en dat niet meer volautomatisch gaat op momenten dat ze dat liever niet hebben. Ok, merci monsieur. Je dirais donc que le futur est super. Merci à vous tous d'avoir participé à ce projet. Merci également pour vos compliments et pour votre analyse claire sur notre nouveau moteur. Je propose que nous trinquons sur le futur qui est super. Santé. Santé. Santé.